Ik ben Romy Pijnenburg en ik doe de opleiding Financiën en Recht op het Koning Wilhelmijn College. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik... Mijn vader heeft een eigen bedrijf, die handelt in auto's. En zo loop ik eigenlijk van kleins af aan al mee. En word ik getriggerd door cijfers en lag de keuze eigenlijk voor de hand. Ik vind de opleiding leuk omdat je hebt veel calculerende vakken en boekhoudkundige vakken. En zo maak je veel begrotingen en zie je veel vooruitzichten in een bedrijf. Ik loop stage bij Versmissen Furniture and Decoration. Dat is een groothandel in meubels. En daar zit ik voornamelijk op kantoor voor de afdeling boekhouding. Ik ben vooral bezig met het inboeken van facturen en debiteuren, crediteurenbeheer. Ik vind het leuk aan stage dat het een groot internationaal bedrijf is. Zo heb je veel contact met het buitenland, over de hele wereld eigenlijk. Ik wil niet direct naar een hbo-opleiding gaan. Ik zou graag meer ervaring op willen doen in de praktijk. En langzamerhand, op lange termijn, in mijn vaders bedrijf willen trekken. En daar meer dingetjes gaan doen van de boekhouding en mee in de handel. En daarnaast misschien ook wel iets in de vastgoed. Mijn grootste hobby is autocross. Dat kun je een beetje vergelijken met Formule 1. Je hebt 3 voorrondes en een grote finale. Ik neem deel aan Nederlands kampioenschappen en clubkampioenschappen. Zo zijn er 6 Nederlands kampioenschappen per jaar. Vorig jaar ben ik in mijn klasse, de juniorklasse, ben ik Nederlands kampioen geworden. En clubkampioen. En ook nog coureur van het jaar. Daar besteed ik voornamelijk veel tijd aan. Zo loop ik om de dag doe ik hardlopen, 1 uur in een avond. In het weekend zijn voornamelijk de wedstrijden. En zo zal er ook getraind moeten worden met karten of ijskarten. Waarom vinden wij dat Romy student van het jaar moet worden? Nou, ik denk op de eerste plaats omdat ze een visitekaartje is van de opleiding. En op de tweede plaats, ze gaat niet voor de standaard uitdagingen. Ze kiest een heel ander stagebedrijf als wat normaal is. En het leuke is dat ze dan ook echt het hele proces wil weten. Dus van inpakken van orders tot en met de verkoopfactuur maken. Wat ik nieuwe leerlingen graag wil meegeven is dat ik het erg prettig vond dat het mbo naast de opleiding ook ruimte biedt om een topsport te beoefenen. We hebben op het podium plek. Romy Pijnenburg. Nog hier gedaan.